Van harte welkom met Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. 26 april heeft Peter van Oers uit Wagenberg een koninklijke onderscheiding van burgemeester Boy Scholze gekregen. Voor de lintjesregen van 2023 zijn in totaal drie aanmeldingen. Twee uitreikingen hebben wegens uitzonderlijke omstandigheden eerder plaatsgevonden. Lindenhaaf uit Lage Zwaluwe heeft in december 2022 zijn leentje ontvangen en Jan Hoender uit De Heide in januari 2023. Vanaf 1 april is het sociaal loket op het gemeentehuis weer open. Je kunt dan terecht voor informatie over inkomen, zorg en ondersteuning. Helaas hebben diverse zorgaanbieders nog wachtlijsten, al dus de gemeente, door gebrek aan personeel. Daardoor duurt het soms langer voordat je hulp bij het huishouden of begeleiding kan starten. Samen met zorgaanbieders zoeken ze dan naar oplossingen. Zonder afspraak bent u welkom van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot half 1. En met afspraak bent u welkom van maandag tot en met donderdag van half 2 tot 3 uur. Op zondag 16 april organiseerde de wielervereniging Ter Heide de Brabantse Wielerfederatiewedstrijd. Er deden 104 renners mee. In elke categorie was er volop spanning en veel te doen en zagen de toeschouwers verrassende winnaars. Namelijk Chris Maas in de categorie 50 Tom van der Vloet in de categorie 50 min en Jorik Heijn bij de amateurs. In onze gemeente zijn er inwoners voor wie zelf fietsen niet meer mogelijk is. Vind jij het belangrijk dat ze toch op pad gaan, dan kan het dat met de duofiets. En daar is in onze gemeente een project voor. Help jij om dit project op te zetten en hiervoor zorg te dragen, dan doe je samen met andere enthousiaste inwoners, de gemeente Surplus en SWO. Voor aanmelden of meer informatie kunt u terecht bij vip.swodrimmelen.nl. Informatie opzoeken, iets kopen of bankieren en andere dingen gaan snel en gemakkelijk via internet. Ook de contacten met de gemeente, belastingen, zorgverzekeraars, ziekenhuis maken steeds vaker gebruik van internet. Het is dan natuurlijk handig als je weet hoe je hiermee om moet gaan. Wil je met zelfvertrouwen meedoen aan deze digitale wereld? Ga dan langs bij het gratis spreekuur van SeniorWeb in onder meer Ter Heide. Je bent iedere dinsdagmiddag welkom van half twee tot half vier in de huiskamer van Surpluw aan de Hoofdstraat 2 in Ter Heide. Het bezoek is gratis en afspraak is niet nodig. Op dinsdag 25 april bestaat de gemeente Dremmelen 25 jaar. Al die jaren had de nieuwe gemeente geen eigen gemeentewapen en ook geen eigen vlag. Het 25 jarige bestaan van de gemeente Drimmelen is de ideale aanleiding om hier verandering in te brengen, aldus burgemeester Boy Scholtse. Om voor Drimmelen tot een nieuw gemeentewapen te komen, worden de heemkundekringen gevraagd om mee te denken en advies te geven over de aanvraag en over het ontwerp. Ook vraagt de gemeente aan de Hoge Raad één of meerdere ontwerpen te ontwikkelen. Daarmee wordt dan teruggegaan naar de heemkundekringen voor hun advies. Tot slot wordt het ontwerp of meerdere ontwerpen besproken in het college van burgemeester en wethouders, waarna de gemeenteraad er een besluit over kan nemen. Het streven is om nog dit jaar een gemeentewapen te presenteren. Op donderdag 28 april 2023 gaan de deuren van de Randoet en het puzzelbad weer open. Kijk voor de actuele openingstijden en verder informatie over onder andere abonnementen en activiteiten op wwwoptisportnl randoet of www.optisport.nl/puzzelbad. Op 30 april is het de dag om zwerfafvalpakkers in het zonnetje te zetten. Al deze vrijwilligers zorgen ervoor dat onze leefomgeving schoon blijft en de natuur in het voorjaar kan stralen. Zij verdienen een dankjewel in hoofdletters, of ze nu zichtbaar zijn of niet, al dus de gemeente. Dankzij Zapper, Liset van Groesen bestaat sinds vorig jaar de dag van de zwerfafvalpakker. Liset is al een aantal jaar letterlijk en figuurlijk bezig met de bestrijding van zwerfafval. De gemeente, maar ook wij allemaal, zijn Liset en alle zwerf zwerfafvalkanjers enorm dankbaar voor het opruimen van onze rotzooi. Laten we ervoor zorgen dat het niet meer nodig is. Dit was Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En iedere week zijn we ook te volgen op maandag en dinsdag om half elf en half twaalf op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel.